Dames en heren, ik hoop dat u een fijne nacht heeft tot nu toe. Het tweede programma hier in de Lindenbergzaal. Wij zijn heel erg blij dat wij vanavond Jan Boer hier te gast hebben. Dit programma onderdeel is trouwens in samenwerking met Filosofie Oost-West, waar Jan Boer bij betrokken is. Hij is filosoof en hij is publicist, onder meer bekend van twee kloeke, encyclopedische werken, 25 eeuwen Oosterse filosofie en Westerse filosofie. Nou, vanavond zit hij er natuurlijk vanwege zijn bijdrage ook aan 25 eeuwen Oosterse filosofie. Oosterse filosofie en de jaren 60, daar zit wel een duidelijke connectie. Ik vertelde net Jan Boer van, hoe zat het nou ook alweer met de Beatles die naar Maharishi Mahesh Yogi gingen? En waarom gingen ze daar eigenlijk ook alweer naartoe? En toen zei hij, maar die heb ik ook nog gezien. Want die kwam dan in het concertgebouw, waar Jagger ook nog rondliep. Dus Jan Boer kan ons niet alleen iets over de filosofie vertellen, maar was er ook bij in de jaren 60, toen het oosten naar het westen kwam en het westen naar het oosten ging. Maar daar hebben we het nu even niet over. Jan Boer gaat zo een lezing geven van ongeveer 20 minuten. En hij wordt daarna geïnterviewd door Ferial Saatchi. Zij is filosoof, verbonden als docent aan het Trinitas Gymnasium. En daarnaast doet zij promotieonderzoek naar Nietzsche. Maar daar gaan we het vanavond niet over hebben. Graag een hartelijk applaus en uw aandacht voor Jan Boer. Als ik eraan gedacht had, had ik mijn jaren 60 kostuum aangetrokken. Ik heb er dus niet aan gedacht. 20 minuten. Best wel weinig om dit grote onderwerp te behandelen. Ik heb een paar afdelingtjes. Ik wil beginnen met, aangezien de algemene titel is mei 1968, de verbeelding aan de macht, is mijn vraag, kwam die verbeelding pas in mei 68 aan de macht? Oftewel, beginnen alle revoluties in Frankrijk. Aan de hand van een paar plaatjes wil ik laten zien dat dat volgens mij incorrect is. Want, dit is denk ik 1965, dat weet ik niet zeker, maar Provo in Amsterdam en ook in andere steden manifesteerde zich al in 1965. Dat is dus wel 3 jaar voor Soissant Wiet. Dit was het witte fietsenplan, zoals u allemaal weet en herkent. Schimmelpennink heette die, dacht ik. En dan krijgen we een leuke foto als het lukt. Dit was 10 maart 1966. Ik dacht dat ze toen nog prinses was. Beatrix trad in het huwelijk met Klaus. En ze wist dat, om het Amsterdamse te zeggen, de pleuris zou uitbreken. Maar daar trok ze zich niks van aan. In een retrospect zou ik zeggen, ze was eigenlijk de grootste Provo. Niet lang daarna was er een expositie van foto's over het optreden van de politie en met geweld bij dat huwelijk. En u ziet wat er gebeurt. Er wordt iemand neergeslagen en er zijn ook allerlei andere foto's van Korjaring. Dus dat was een heftige tijd. Overigens daarna, om maar een van de effecten van de jaren 60 te zeggen, de politie is daarna onmiddellijk zijn beleid gaan veranderen. Niet dat ik daar verstand van heb en het over wil hebben, maar het had ook wel zijn effect. Het volgende plaatje is, even kijken. Ja, dit moet natuurlijk ook genoemd worden. Ik ben hem gaan herlezen. Ik kan het u aanraden, het is werk om je rot te lachen. Moelisch, bericht aan een rattenkoning. U ziet het tekstje. Het behandelt de geschiedenis van Amsterdam in de periode 1965-66. Het is geschreven in augustus 66 in een 3 weken durende woede- en lachaanval. Enzovoorts. Hè? Echt een leuk boek, omdat het leeft nog helemaal. Dan zijn we een jaartje verder. Dit is het Vondelpark in Amsterdam. En er was een zogeheten
love in. Hè. Dat waren toen heel lief tegen elkaar. En u ziet meteen dat ik een tweelingbroer heb. Ja? En we hadden hetzelfde kapsel, zoals u ziet. Eén eier. Hij speelde toen al de sarangi, wat eigenlijk de Indiaanse viool is. Daar is hij ook heel ver gekomen. Hij ging ook naar India, zoals in die tijd gebruikelijk was. En ik zat nogal vrij duf flensjes te bakken. Maar het is wel een leuke foto. Dan hebben we het over Fantasio. Centrum Fantasio. Dat opende één dag voor Paradiso. Er is nu heel veel te doen geweest, terecht, over Paradiso, 50 jaar geleden. Dit opende 29 maart, dus 1968. Ja, en dit was wat er toen gebeurde. Hè. Het werd allemaal wat vrijer. Leuke meisjes. Ze heeft ook nog een mes in haar broek. Voor die dia's. Fantasio was een ontspanningscentrum. Dan zijn we aangeland bij, pas dan, hè, 13 mei 1968. Dus dit is mijn eerste blokje. Een kleine correctie misschien op de geschiedschrijving. Natuurlijk heeft het ontzettend veel effect gehad. En dat had weer zijn weerslag in Amsterdam. De Maagdenhuisopstand in 1969. Maar ik heb zelf toch het idee, ik ben geen historicus, maar ik zou toch eerder beginnen met Amsterdam. En natuurlijk parallel eraan wat er in Engeland gebeurde. De popmuziek enzovoorts. Nu het tweede blokje, dan word ik wat persoonlijker. Of dan word ik persoonlijk. Hoe raakte ik erbij betrokken? Bij wat toen wel de underground heette. He, ook een veelzeggend begrip. Wij hadden het er even over. Ik had met Lisa erover. De jaren 60. Zij vroeg toen, hoe moet je dat definiëren? Ik zelf zou zeggen, de jaren 60 definieerde zichzelf. Wij voelden ons toen verwant met die subcultuur. En die tegencultuur. He, want het moest anders, vonden wij. Ik weet niet of dat gelukt is, maar... Dus dat is het tweede blokje. Dan ziet u wederom mijn tweelingbroer Joep, professor Joep inmiddels. En hij speelt alweer de sarangi. En ik doe alleen maar een begeleidingsinstrument, de tampura. Ik heb het overigens meegemaakt dat ik... Hij vroeg me dan, wil je mij begeleiden? Ik had er eigenlijk geen zin in. Maar moest ik me een keer begeleiden bij een concert... En toen kwamen de mensen naar mij toe. Wat hebt u fantastisch gespeeld. Terwijl hij het werk deed. Want ik hoefde alleen maar vier snaren aan te slaan. Om een grondtoon te geven. Dit was dus december 1969. In die zin gaan we nog door met de geschiedenis. Fantasio wil geen ontspanningscentrum meer zijn. Wil serieus zijn. En wordt dus een meditatiecentrum. En dan begint het filosofie Oost-West gedoe, zullen we maar zeggen. En voordat de stichting Filosofie Oost-West bestond. Nog een paar beelden. Oh ja, dit huisje huurden wij in. Ergens in Le Coin Perdu, de Cantal in Frankrijk. Waarom laat ik het zien? Ook omdat het natuurlijk een tijdsbeeld is. Ik heb het later nog voor heel weinig geld kunnen kopen. Daar gaat het niet om. Maar daar ontmoette ik in 1970 een staflid van de Cosmos. En die vroeg me heel serieus, wil jij die staffunctie met mij delen? En ik heb daar ja op gezegd. Dus zo ben ik er. Hè. Ik zat er al een beetje in die scene, zoals we het toen heten. En zo ben ik er echt bij betrokken geraakt. En heb dat een jaar gedaan. Dit is het gebouw van de Cosmos. Dus mijn nieuwe werkgever, zou je kunnen zeggen. Aan de Prins Hendrikade, vlakbij het Centraal Station. En daar kwamen dan al die figuren. Al die kleurrijke figuren. Maar ook dus om te mediteren. Dit kunt u niet lezen... maar geeft is toch een beeld, dat is zo'n programma van het weekprogramma 1970-1971, precies het jaar dat ik gedaan heb. En als je het wel kunt lezen, dan zie je Hatha Yoga, je ziet astrologie, audiovisuele experimenten, Xula Pepel, niemand weet maar wat het is. Een trip zonder LSD, dat vind ik wel geestig. Hare Krishna was toen daar ook. En antroposofie enzovoorts. Dat is natuurlijk... Laat ik dit zeggen. Wij werden toch wel een beetje als idioten gezien in die tijd. Hier. Wie doet dat nou?
Wie gaat er nou achter elkaar aanlopen? Ja? Dit is toch waanzin? Maar nu doet. Ik denk dat er best wel een paar honderdduizend mensen in Nederland mediteren. Dus ja, in die zin waren wij wel vooruit, of misschien in onze tijd. En is er een trend gezet. Dus dit zou alvast een antwoord zijn op de vraag. Wat is nou het effect van die tijd in al geval dat heel veel mensen mediteren? En dit was ook een moment in december 1970. En toen was er een hele belangrijke Indiase guru. En die heette Swami Satchidananda. Dat betekent eigenlijk, sat betekent, wat is dat ook alweer? Nou, iemand weet het. Het shit is te hard en Ananda is vreugde. Bewustzijn, dat is het. Religieuze naam. Dus we hadden hoog bezoek in de kosmos. En wat ik me vooral van die periode herinner, u ziet, ik, omdat ik een beetje Engels sprak, moest hem introduceren en naast hem zitten. Nou, ik zat ook in een wat leek op een yoga zit. En ik weet wel dat ik daarna niet meer op kon staan. Ik had vreselijke pijn in mijn poten. Dan even een korte overweging. We kunnen daar straks met Ferial nog wellicht wat dieper op ingaan. Wat dreef mij, wat dreef ons, die generatie? Ik heb erover zitten nadenken. Het is een soort van introspectie. Hè? Het lijkt op meditatie. En ik denk eigenlijk dat wij keken in de afgrond van onze beschaving. En daarmee bedoel ik dat... Op mijn 14e herinner ik me nog, hè, ging ik naar een film over het Nuremberger proces. Notabene met mijn vader, met wie ik weinig sprak. En die kwam er heel erg gechoqueerd uit. Die beelden waren daarvoor nog niet zo bekend. En je zag die verschrikkelijke beelden van Auschwitz. En vervolgens, dan is die oorlog voorbij. En dan krijg je die Gerard Reventijd, hè, die opbouwtijd. Dat was een vreselijke tijd, zullen we maar zeggen. Geen lol te beleven. Maar toen begonnen de heren, begonnen de Koude Oorlog. Begonnen met de Koude Oorlog. En vervolgens heb je de Vietnamoorlog. Dus wij zagen in het gat, in de afgrond van onze beschaving, als ik het zo mag zeggen. En dat betekent ook, dat is een beeld, omdat je ook in de afgrond van jezelf kijkt. Misschien kan het ook nog later duidelijk worden wat ik ermee bedoel. Geen prettige ervaring, maar wel een heel fundamentele ervaring. Dat is een tussenoverweging. Dan moet ik nog even zeggen, na de kosmos, dat eindigde al gauw in een conflict. Daar hebben we nog een centrum opgezet. Dat kon zomaar in die tijd. En daar brak ook weer de hel los. En toen... studeerde ik af in de filosofie. In die tijd was het normaal dat je uiteraard 10 jaar over je studie deed om dit soort leuke dingen daarnaast te doen. En toen moet ik eerlijk zeggen, toen sloeg de twijfel toe. Ik wist het echt niet meer. Ik dacht in de tijd van de kosmos, ook die arrogantie van de jeugd, dat je het aanvoelt, je weet waar het om gaat. En toen wist ik het helemaal niet meer. En toen heb ik maar de stoute schoenen aangetrokken. En doet hij het? Ja. Toen ben ik via de Trans-Siberië Express, vele dagen in de trein, inderdaad door Siberië, ben ik naar Japan gegaan. Dat kloostercomplex bestaat nog steeds natuurlijk Daitokuji. En dit is een van de prachtige tuinen die zij daar hebben. En daar ben ik gaan mediteren onder leiding van een hele chique meneer. Die was een neef van de keizer en een zenmeester. Om maar eens erachter te komen wat het nou echt is. Hè. Het was ons brutaliteit dat we daar centra over maakten, maar het eigenlijk niet goed wisten. Nu maak ik een sprong in de tijd. En vraag me af, wat heeft die halve eeuw, we zitten nu in een halve eeuw, dus zeg maar vanaf mei 68 of december 69 dat de kosmos openging. Wat heeft dat daar eigenlijk opgeleverd? Dat is ook een Nederlandse vraag. Heeft dat iets opgeleverd? Mijn antwoord is, het heeft krankzinnig veel opgeleverd. Want in die begintijd waren er nauwelijks boeken, goede boeken over de verschillende Oosterse tradities. We gooiden het ook op één hoop. Hè? En
wat er al was, het waren, die boekjes waren of gedateerd, of het waren gewoon hele slechte vertalingen. Ik zou zeggen, we zijn nu gezegend met de meestelijkste vertalingen. Ik laat er maar twee zien. Dat heeft een reden dat ik deze laat zien, maar het zijn ook meteen de grote werken. Dit is een vertaling, eigenlijk de beste vertaling van de Mula Madhyamaka Karika. Ik heb het uit mijn hoofd geleerd. Ik zal zeggen, straks zeggen we het. Het is een hele goede vertaling van het hoofdwerk van de grootste filosoof van het boeddhisme, Nagarjuna. We hebben ook, nu ga ik me tot Nederland beperken, Christopher Schipper, misschien kent u hem, die heeft een fantastische vertaling gemaakt van een van de twee grote werken van het Taoïsme, de Chinees. Ja? Dus de Zhuangzi. Was er helemaal niet. Dat was er gewoon niet. Ook de vertaling hiervoor van Ene Watson deed je ook pas veel later. Dus er is heel veel gebeurd. Ik wil nog even heel snel, want ik heb natuurlijk haast. Is mijn tijd al bijna op, dan is dat maar zo. Dit is van Ulrich Limbrecht. Die heeft, dit is één deel van vier delen op het gebied van de vergelijkende wijsbegeerte. In het Belgisch heet dat comparatieve filosofie. Ja? Een andere, dat is niet Oosters. Maar dat is een dialoog met Afrikaanse filosofen. Ook al vrij vroeg, vind ik in 1995, dat is van Kimmelen. Limbrecht en Kimmelen zijn al overleden. Dit heet dan interculturele filosofie. Ik heb niet de tijd om het verschil uit te leggen, maar het is wel belangrijk. Echt een belangrijk boek ook. Dit is wat vroeger van Han de Witte, boeddhist, een goede psycholoog. En hij, zeg maar, met dit boekje, Contemplatieve Psychologie, gaat hij die introspectie weer op de agenda zetten. Die in de psychologie een eeuw of langer verdwenen was. Hè? Ik denk ook daarom dat mensen, mede daarom, dat is uit onze cultuur verdwenen. En dat zoeken we dus in het Oosten. Dat is ook alweer een antwoord op die vraag, wat we daar zoeken. Dit wil ik ook nog even noemen van mijn eigen professor. Hij was toen heel jong, ik was uiteraard nog jonger. Otto Duintje, maar die heeft ook altijd een grote sympathie voor Oosterse bronnen gehad. En al deze figuren zijn betrokken geweest, of nog steeds, want hij leeft nog, bij onze club Filosofie Oost-West. En tot slot dan, daar ben ik wel trots op, dit boek. Want ik, helaas is Karel van der Leeuw ook weer overleden. Het gaat allemaal snel. Ik hoop niet dat ik nu ter plekke doodval, maar het zou zomaar kunnen. Maar dit is maar een hele kleine selectie uit een hele grote berg boeken. Nou moet ik even op de klok kijken. Het is bijna tijd. Dus dat moeten we straks maar even op een andere manier doen. De volgende vraag is, dat is best wel een belangrijke vraag. Ik ben dan nu dan toch wel bijna 20 minuten met het verleden bezig geweest. Maar het verleden is het verleden. Ja. Ik zou zeggen, wat zoeken we nu in die Oosterse filosofie, in die tradities, hè, want het zijn verschillende tradities. Wat zoeken we daar nu? En ik had daar een heel verhaal over geschreven, heel keurig, netjes, maar ik kan het toch beter persoonlijk maken. Ik kan zeggen, wat zoek ik er zelf en wat heb ik er gevonden? Nu ga ik heel snel dat allemaal opratelen. Hè. Ik ben in die zen naar die zen geweest, daar in Japan. En vervolgens heb ik zo altogether 10 jaar een formele zen-training gedaan bij een boeiende mevrouw in haar religieuze naam, de Venerable Myokyuni, in Londen. 10 jaar daar echt serieus mee bezig geweest. Je krijgt ons de vraag, wat heb je er aan gehad? Meestal zeg ik dan, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet, hè? Misschien was ik wel echt gek geworden enzovoort. Dat weet je niet. Maar ik zou er nu toch wel, omdat ik ertoe genoopt word, een ander antwoord op willen geven. Maar dan ga ik terug. Die zen is een combinatie van, terug in de tijd, van het Taoïsme en het boeddhisme wat rond het begin van onze jaartelling naar China komt. Het is een mix, zou je kunnen zeggen. En zen of chan in het Chinees is een authentieke vorm van boeddhisme. Dus je moet even teruggaan naar die bronnen.
En dan moet je beginnen bij de Boeddha. Nou, de Boeddha, dat is traditie, die heeft, nadat hij ontwaakt was, doe ik de vraag, wat is dat, hè? Eerst wilde hij helemaal niks zeggen, dan had hij nog gelijk in ook, en hij zei, ik word toch misverstaan. Maar uit, zeg maar, door compassie gedreven, ging hij wel preken. Dat heeft hij 45 jaar volgehouden. En zijn eerste preek, volgens de traditie, is die over de vier edele waarheden. En wat erg belangrijk is, is dat de eerste edele waarheid is dat wij lijden. Niet actief, zoals als je een spijker in je voet hebt, of vreselijke hartpijn, of liefdesverdriet, weet ik wat. Maar er is altijd lijden. En ik denk, dat heet dan dukkha in het Sanskriet, er is altijd onrust. En ik denk dat hij een punt heeft. Kunnen we misschien straks nog verder op ingaan. Maar dat is een heel belangrijke constatering. Waarom is het een belangrijke constatering? Dan loop ik vooruit. Er wordt nu heel veel, en dat vind ik ook hartstikke goed, aan mindfulness, yoga of andere dingen gedaan. Maar dan ga je even googlen. En dan als reclame hoor je dan dat je daar ontzettend lekker van in je vel gaat zitten. Nou, dat is natuurlijk ook wel zo. Ik heb nog nooit zo lekker in mijn vel gezeten na die militaire training die het ook was, dat half jaar in Japan. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Waar het dan wel om gaat, gaan we misschien straks nog wat bespreken. Maar de Boeddha wijst er al voor op dat we altijd in die onrust zitten. En hij zegt, ga daarop in. Ja? Nagarjuna moet ik nu helaas overslaan. Heel groot denker. Ja, en het centrale begrip, dat wil ik wel noemen, dat is de leegte, sunyata. En waarom noem ik dat? Omdat dat begrip in onze westerse traditie altijd, zeg maar, weggeschoven wordt. Al vanaf een van de eerste filosofen, Parmenides, ja, dat is 600 voor Christus, die zegt dat niets. Dat niets, daar moeten we helemaal niks van hebben, daar moeten we aan voorbij gaan. Want als je zegt niets is, dan spreek je jezelf tegen. Ja, dat is ook zo. Hè? Met andere woorden, het niets bij Parmenides, bij Plato, tot en met onze tijd, behalve dan, zeg maar, Nietzsche, Heidegger enzovoort, dat wordt eruit gedonderd. In die traditie van Nagarjuna is het centrale begrip. Betekent eigenlijk gewoon dat de dingen geen vaste kern hebben. En u ook niet. En ik ook niet. En dat is natuurlijk wel vervelend, want we hebben geen eeuwige ziel. Maar misschien is het ook wel een troost. Het grote begrip, en dan ben ik bijna afgerond hoor, met dit praatje, in het Taoïsme is, het woord zegt het al, dat is de Tao of de Dao. En dat wordt vertaald als de weg. En wat heel erg veelzeggend is, en dat is, dat vind je in de hele westerse traditie niet op deze manier. De eerste zin van de Tao Te King, of de Lao Tzu, zo wordt die man genoemd, oude wijze betekent dat. De eerste zin luidt zo, de weg die benoemd kan worden, is niet de constante weg. Dit is een zin om super lang over na te denken, en dat niet alleen. Dat is een zin om op je zenkussen, of welk kussen ook, heel lang te gaan zitten, om heel langzaam te begrijpen, of te voelen wat hij daarmee bedoelt. Het is ook een paradox. In de Zen wordt het dan vertaald, maar de volgende stap in de Zen is het grote punt, is before thinking. Er zijn ook allerlei variaties van. De meest uitgebreide variatie, hè, en dat is de zogenaamde koan. Before thinking of good or bad. Wat is je ware gezicht? Wie ben je? Komt die grote vraag op, wie je bent. Maar before thinking, hè, of good or bad, dus voor elk denken, we denken altijd in tegenstellingen, wie of wat ben je? Daar gaat die zen over. Ik ga dit stukje afronden en dan gaan we het gesprek in. Waar wijst die zen nou naar? Die zen wijst eigenlijk gewoon naar één ding, maar het is wel een lange weg om daar een beetje mee bezig te zijn. Zen wijst naar dat wij hart, dat we een hart zijn. Dat we, dus before thinking, of goed of bad, wie ben je? Je bent wat in de Zen heet, in de Japanse versie, Mu Shin. Hè? Of in het Chinees, Japans en op het Chinees, Wu Jin. Geen geest, geen geest. No mind, zeggen ze in Engels. En dat no mind is niet een ontkenning, is niet een negatieve notie, positieve notie.
onder jouw denken huist ergens jouw hart. Dat zijn niet je gevoelens, die zitten er als het ware, als ik dat beeld gebruik, daartussen. Maar wat je wezenlijk bent, zeggen de Zen, jongens en meisjes. En ik geef ze daar helemaal gelijk in. Hè? Ik ga even terug. Wat je wezenlijk bent, is je hart. En daar gaat het om. Ik moet ophouden, hè, want het is alweer 9:05. Dit is de kortste lezing die ik ooit gehouden heb. Zet het dan weg. Dankjewel, Jan, voor je mooie woorden. Eerst alle beelden. En aan het einde ging je ook echt... Even, zijn we hier ook te verstaan? Ja, dan blijf ik gewoon zitten. Zijn we te verstaan zo? Ook achterover ja? Zitten? Ja. Zo. De vraag die net in eerste instantie in me opkwam is... je gaf al aan van oké, in de jaren 60, 70 was er vooral heel veel weerstand tegen het bestaande denken. Maar waar was er dan precies weerstand tegen? Weerstand tegen het westerse denken, bedoel je? Nou ja, dat is wat veranderd. Om maar één ding te noemen, er was weerstand tegen leiders. Dat vind je al bij Plato, hoor. Mm-hmm. Ja? Socrates, die is uiteindelijk tot de gifbeker veroordeeld... omdat hij de autoriteit van de mensen ondervoert. Die mensen. En dat bleken allemaal lege huls te zijn. Nou, wil het niet zo ver gaan dat Rutte een lege huls is. Maar ik zou hem toch nog wel... dat kan je niet maken, hè. Maar zou hij het echt weten? Zou hij nu echt weten wat hij doet? Hoeven die over te gaan? En wij verzetten ons ook wat je toen ervoer als die coole ratio. Ja? Een ratio die tot oorlogen leidde. En ook, ik heb nog meegemaakt, net nog even een jaartje... dat als de professor binnenkwam... het was nog net niet zo, in Utrecht stond je dan op, hè? Er kwam professor Langeveld binnen. Want ik heb ook ooit nog, omdat ik niet wist wat ik wilde... opvoedkunde gestudeerd. Maar er was een enorm respect voor een professor. Dus die autoriteit, dat gezag van die ratio... en daar verzetten we ons tegen, omdat de wereld eigenlijk... de wereldbrand, er dreigde een wereldbrand. De wereld was er bijna geweest. Ja. Ja, en wat zochten jullie dan... Je hebt in die tijd geleefd, ook in die tijd ben je gaan interesseren in Oosterse filosofie. Waarom? Wat was die interesse in dan juist niet-Westerse of Oosterse filosofie specifiek? Dus zocht je naar een alternatieve vormen van denken. Maar dat had van alles kunnen zijn. Dus waarom dit Oosterse? Ja, dat kijk, Afrika hadden we nog nooit gehoord. Dat zijn ook mondelingen tradities. Dat was überhaupt niet in vraag. Later gingen we luid toch wel die Castaneda-boeken gingen ze naar Zuid-Amerika, weet ik wat. Maar dat Oosten, dat had... goede vraag. En ik sta ook bij eigenlijk met een bek vol tanden, maar dat kan me niet schelen. Hè? Dat is before thinking. Maar daar ging een soort van magie van uit. Ja. Ja? En je las, ik las al vroeg van die boekjes... hebben jullie wel eens van Krishnamurti gehoord? Ja? Dus eigenlijk, ik zou nog zeggen, nog steeds de grootste spirituele leraar, hè, van die tijd. En dus niet een oplichter, want je hebt talloze oplichters gehad. En Bhagwan bijvoorbeeld. En die Manisyogi was gewoon een zakenman. Hè? Die had een praatje en die wilde rijk worden. Dat is nog gelukt ook. En noem maar op. Dus je zocht... Kijk, ik denk eigenlijk dat je toen niet wist. Misschien weet ik het nog niet. Want als ik zeg, het gaat om het hart. En als u mij vraagt, ja, definieer dat hart is. Dan zeg ik, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Het is namelijk before thinking. Maar iedereen toch weet, voelt wat het hart is. Hè? Hooghartig enzovoorts. Al die woorden, wij weten wat het hart is. En dus... Je liet je door een intuïtie leiden. Je kon het niet precies zeggen. Of misschien had ik toen al een heel verhaal. Maar ik denk toch dat het een soort van intuïtie is. En nu kan ik daar een heel klein beetje woorden aan geven. Want je noemde ook afgrond, leegte, afgrond. Filosofie van het hart. Ja.
bood het ook misschien een soort een manier om toch over afgrond en eigenlijk al die moeilijke zaken die in die tijd speelden, om daar betekenis aan te kunnen geven of om daarmee om te kunnen gaan? Om daarmee om te kunnen gaan, om daar, je zou kunnen zeggen, een beetje vertrouwd mee te raken. Want er gebeurt natuurlijk wel wat, hè, als je dan heel lang zo mediteert. Ja? En in Japan was het een beetje fel, dan kreeg je een map voor je op je schouders als je maar met je ogen bewoog. Dat hoeft dus allemaal niet, maar er ontstaat wel iets. Je komt in, laten we zeggen, andere lagen. Ik wil het niet psychologiseren, het onbewuste, want dat is ook weer een taal. Maar je komt in andere gevoelslagen en daar was je dan mee bezig. Die afgrond is een superbelangrijk begrip. Maar dat vind je ook, laten we ook dat meteen vaststellen. Via dit oosten kom je ook weer met hele grote westerse figuren tegen, die je met andere ogen leest. En een van die figuren is Kierkegaard. Ja. Ja? En bij Kierkegaard is dat idee van dat wij in feite, dat ons, hij zegt het in andere woorden hoor, hè? Maar dat ons ik eigenlijk een illusie is, dat is dan meer boeddhistisch gezegd, en dat we op die afgrond, boven die afgrond bungelen, dat is heel erg Kierkegaard. En dat vind ik zo mooi, dat een figuur als Kierkegaard, die kun je zo naast de grote oude zenmeesters leggen, want die zeggen het een andere taal, maar ze hebben het eigenlijk over hetzelfde. Maar en dan kijk je in die afgrond. Dat doe je niet zomaar, want je loopt er natuurlijk meteen van weg. Hè? Mm-hmm. En dan ga je sticky roken, ja, dat heb ik nooit gedaan, daar kan ik niet tegen. Maar, dan maar gauw twee flessen wijn, grapje, hè? Fles wijn op tafel. Het eerste wat je doet is even telefoneren. Hallo, gaat het met je? Heb je tijd? Dus je bent continu, dat leer je in de meditatie, je bent continu aan het weglopen van dit moment. En ook, daar moet dus ruimte voor staan, voor ontstaan, hè? In je body, in je lichaam, geest, want dat zijn samen. Hè? Dat je heel langzaam iets van dat, je kunt ook zeggen, dat grondeloze gaat voelen. Waar dus die Lao Tse, die eerste zin op wijst. Hè? En wat is die meerwaarde van filosofische praktijk? Want dat is denk ik ook wat het Oosten biedt ten opzichte van het Westen. Dat je ook een oefening, een praktijk. Juist, dat is heel belangrijk. Ik heb net wat boeken laten zien hiervoor. En dat is ook heel kenmerkend voor wat er in die afgelopen 50 jaar gebeurd is. Dat die lui zijn niet alleen hartstikke geleerd, maar ze hebben ook een meditatiepraktijk. En ze weten, als die Garfield Nagarjuna vertaalt, dan weet hij ook, dan weet hij die ervaring waar Nagarjuna op wijst, of waar de Boeddha op wijst. Dat is inderdaad superbelangrijk. Nou, wat is er belangrijk aan? Ik denk dat je Plato niet eens begrijpt als je die praxis niet kent. De hele Griekse filosofie heeft Pierre Hadot, dat is ook toch weer misschien een soort van, dat loopt een parallel, ontdekt. Misschien de grootste man op het gebied van de antieke filosofie. Dat die filosofie altijd samengaat met een way of life. Hè? Filosofie comme manière de vivre. En kennelijk hadden wij die behoefte. En gingen we dat maffe centrum maken. We zochten wegen om los van die ratio, ook een rationele psychologie, niks meer mis, maar we zochten andere wegen. En hebben we dat zo aangevoeld. Ja. Zou je kunnen zeggen dat je dan eigenlijk ook oefent in het leren uithouden van die leegte, van die afgrond? Ja, dat is helemaal precies gezegd. Dat is wat je doet. Ja. Ja. Om te ontdekken dat die leegte niet alleen maar bedreigend is. Ja? Het is de zen, de eerste koan, ik heb dat woord al genoemd. Hè? Het zijn raadsels die niet met je kop op te lossen zijn, maar alleen maar meditatief. De eerste koan van een belangrijk koanboek gaat over die, zeg ik het even in onze taal, over die gigantische angstbarrière. Dus je wil die afgrond niet zien, maar uiteindelijk flikker, we komen er vandaan en we zullen er terugkeren. Ja? En meestal duurt het doorgronden van deze koan. Je hebt natuurlijk talenten. Hè? Ik was bijzonder ongetalenteerd. Hè? Maar daar ben je 10, 20 jaar mee bezig. Om daar iets van te voelen. Je kunt er een beetje, je komt niet bij. Hè?
Ja. En Kierkegaard wijst erop. Ja. Maar zou je kunnen zeggen dat er ook gevaren in schuilen? Dus je hoort steeds vaker ook een kritiek. Hè, van oké, kunnen we als Westerling ons wel tot die Oosterse traditie verhouden? Want begrijpen we de begrippen wel? Objectiveren we het niet? Omdat we het instrumenteel gaan gebruiken als soort van efficiëntie om dan nog veel harder te kunnen werken? Nee, precies. Dat gebeurt ook allemaal. Alles wat mis kan gaan, gaat mis. Hè? Dat weten we ook. Maar daarom is het zo belangrijk dat die grote geleerden die ons nu verder helpen. Dat boekje van Nagarjuna, dat is heel klein. Met een groepje, filosofie Oost-West, hebben we daar, ik geloof wel op 2 of 3 hoofdstukjes van de 25, hebben we 3, 4 jaar gedaan. Dus, wat ik wil zeggen, John Garfield of andere luiden, er zit heel veel commentaar bij. En dat is vanuit die praxis ook. Men weet dat het een psychologische, introspectieve, meditatieve praxis, daar wijst dat op. Ga die vrijheid, want wat is het? Wat is die afgrond? Die afgrond is in feite onze vrijheid. Daar ligt onze vrijheid. En daar komt ook onze creativiteit vandaan. Daar komt ook de liefde vandaan. Zeg maar, alle dingen van het hart, alle goede dingen. Hè? Voor mij, je bent geraakt door een lieve heersbeestje. Of door de lucht. Of alle kunst. Hè? Wat er film is, Kurosawa. Of literatuur, Nabokov. Of Mondriaan, beeldende kunst, muziek natuurlijk. Het wijst allemaal naar die afgrond waar je vrij bent. Waar je niet gevangen zit in dat benarde ik, om het maar zo te zeggen. En als het dan de vrijheid, creatie, creativiteit biedt, wat is dan het verschil? Dat je enerzijds kan zeggen van oké, je spreekt van afgrond of leegte. Zo'n Kierkegaard noemt het goddelijke. Wat is dan het verschil? Het verschil is, Kierkegaard noemt het in zijn traditie het goddel, of God zelfs, God, hè, heel veel God. En dat hij uiteindelijk het interpreteert in een westerse religieuze traditie, waar er een enorme afstand is tussen jou en God, of het goddelijke. En wat vooral in het Taoïsme en de Zen, die zijn eigenlijk heel erg geaard. En die zeggen, het is wel een mysterie, maar het is niet daar, maar het is hier. Het zit hier. Ja? En alles wat je ziet en hoort en voelt, is een mysterie. Ergens zegt Spinoza dat ook, je moet dat ook heel diep doorvoeld hebben. Hè? Dus God, oftewel de natuur, het is hier. Het is dus immanent en niet transcendent. Daar is voor mij Kierkegaard, die ik wel enorm bewonder hoor, en ook zijn taal heel erg bewonder, want hij heeft het toch maar mooi gezegd allemaal. Maar daar haak ik af als ik zo vrij mag zijn. Ja. Maar zou je dan kunnen zeggen dat Oosterse filosofie eigenlijk een manier biedt om toch je bezig te bezig te kunnen houden met spiritualiteit zonder transcendentie, zonder een transcendente God, nou, ook daadwerkelijk. Denk het wel. Ik denk het wel. Ja, ik wil niet. Dus er is ook spiritualiteit, om dat woord maar te noemen. Heb je een beter begrip? Ik heb geen beter. Ja, ik noem het de innerlijke weg. Maar een innerlijke weg die juist naar buiten leidt, hè? Ja. Er is dus ook een innerlijke weg spiritualiteit zonder die transcendente God. Die transcendente God is die beslist voor jou. Dat is het heet dan heteronomie, tegendeel van autonomie. Ja? Dus die maakt je afhankelijk. En je ziet ook bij Kierkegaard, bijvoorbeeld in die jij kent dat wel, denk ik, die tekst waarmee God, het begrip shit, angst. Hoe heet het boek ook alweer? Het begrip angst. Nee, niet het begrip angst. Vrees en beven? Nee, ook niet. Nou, anyhow, dat krijg je als je wat ouder bent. We hebben jarenlang op zo'n boek zitten studeren en dan kun je de titel even niet onthouden. Maar dat begint met die hele moeilijke passage wat het zelf is. Het zelf is een verhouding die zich tot zichzelf verhoudt. En begrip angst, volgens mij. Nee, niet begrip angst. Nee. Ik kom er zo wel op. Ben dat te laat. Doet ook niet toe. Ja. Maar wat zouden we nu, vandaag de dag, wat hebben we nu nog aan Oosterse filosofie? Heel veel. We leven toch in een grote wereld, in 1 grote wereld. Ik weet niet, we moeten ook bepaalde dingen niet doen. We moeten niet achter goeroes gaan aanlopen. Ja? En we moeten ook niet denken dat... Maar we willen sterke leiders, lijkt het toch ook wel weer stiekem. Nou, ik niet. Wilt u sterke leiders? Dank u wel, dat hebben we toch... tot 1945 gezien waartoe dat leidt.
Maar dus hoe kan Oosterse filosofie ons helpen om in die zin toch eigenlijk als individu sterk te kunnen blijven? Ja. Om niet op zoek te gaan naar een externe... Ik denk als we het nemen in de kern, even losmaken van die tradities waar die heteronomie en die verticaliteit, de hiërarchie heel erg speelt. Een beetje zeg maar nog feodale tradities. Als we het er los van maken. Ik denk dat je in het mediteren heel dicht juist bij jouw diepste individualiteit komt. Wat een van onze grote waarden is. En dat je tegelijkertijd, en dat houdt verband met elkaar, dat je beseft dat we eigenlijk allemaal gelijk zijn. Ja? Dat is een heel diep inzicht. En dat is niet alleen maar iets in de ratio. Dat was het natuurlijk wel bij de verlichtingsfilosofen, maar ik ben helemaal niet tegen de verlichting. Maar het is iets ook van het hart. Het komt daaruit voort. En bij een figuur in de Zwangtse, dat grote werk, is gewoon het beste boek wat er ooit geschreven is. Hè? Als je dan naar dat eiland moet, veroordeeld, omdat je toch iets vervelends gedaan hebt in je eentje, neem dan de Zwangtse mee. Je kunt nog lachen ook in dat boek. Ik zelf heb nog nooit, ik heb nog nooit gelachen bij de Bijbel. Dat kan aan mij liggen. Dus het heeft ook nog humor, maar eigenlijk formuleert de Zwangtse, of een van de hele grote zen-figuren die tegelijkertijd in een hiërarchische cultuur leefde, maar die zei, het gaat om jouw soevereiniteit, om jouw soevereine ik. Daar gaat het om. En dat ik is, maar het is niet een ik wat als een stuurman de wereld of jouzelf bestuurt, dat is een beetje een illusie. Maar het is een ik waar al die mooie dingen en ook mooie gedachten uit voortvloeien. Ja, we krijgen straf, want we zijn al over de tijd. Het lijkt me een mooi punt om af te sluiten. Dankjewel. Dank u wel voor uw aandacht.